Harry, jij kan Prins Klaus nou wel willen spreken. Maar misschien wil Prins Klaus jou helemaal niet spreken. Ik vind het gewoon een aardige man, dit is alles. Oh ja, en daarom moet ik met jou mee naar papierfabriek Parenko in Renkum. Ja, want een nieuwsgetter gaat de hele wereld over om zijn nieuws te getten. Om zijn nieuws te getten. Ja, dat moet hem zijn hoor. Ah, ah. Nou. Ik zie ah, ah. Dat moet hem zijn. En waar zit hij nou? Ah, ah. Ik heb geen idee. Ah. Oh. Ik heb hem niet gezien! Hij zat naast de bestuurder. Zat hij naast de bestuurder? Ja. En ik zag hem niet. En jij hebt hem niet gezien? Nee. Oké, het is 9:10, 's morgens vroeg, en ik sta in Renkum. Ja, dat is heel ver weg, dat ligt bijna in Duitsland. Je wordt hartelijk bedankt. Nou, het spijt me. Boven op het nieuws. Doe ik hier in godsnaam, Harry, wereldkampioenschappen surfen? Ja, maar dat is de doelgroep. De doelgroep? Ja. Heb je hier ook weer doelgroep? Ja. Ik word zo langzamerhand een beetje misselijk van dat verschijnsel doelgroep, weet je dan? Dit is Stefan van der Werf. Is het zo? Ja, nou en of. Oh, kijk nou dan. Ja, kijk even. Is wat, hè? Dan meneer van der Werf. Ja, dan. Kunt u even zwaaien naar de doelgroep? Nee. Doelgroep, waar is de doelgroep? Hier. Niet doen, niet doen, niet doen. Dat doen ze op kinderen. Heel goed. Olympisch kampioen, die laat zwaaien tegen de doel. Heel goed, meneer van der Werf. Juist. Sorry hoor. Nou, daar komen ze aan. Wat ga je doen nou? Robbie Nash interviewen. Wie is Robbie Nash? Robbie Nash? Ja, Robbie Nash. Die is 5 of 6 keer wereldkampioen geweest, man. Hallo, Mr. Nash. Graag hem wel net, man. Was het koud out there? No, there was no wind. It was warm. Top dat we die Nash hebben. Luister even, Harry. Ja. Moet je horen. Nou, had je eindelijk Robbie Nash? Ja. Langzoeken had je Robbie Nash gevonden. Fantastisch, ja. Wat heb je hem toen gevraagd? Is het koud out there? Boven op het nieuws. Kan ik nu een stand-up doen, Harry? Ja, kom maar. Oké, daar gaat-ie. Hier achter mij in de Schepelzaal, de Staten-Generaal Tweede Kamer, kan elk moment de geheime commissievergadering Defensie beginnen over de mijnenjagers in de Golf. Bovenop het nieuws is er voor u bij. Oké. Heb je dat? Ja, maar hij is volgens mij niet geheim meer nou, hoor. Even Milo. Hallo. Goedendag. Bent u van de EO? Bent u naar de wintersport geweest? Nee. Dat hoeft hij niet. Dat ziet er wel zo uit. Nee? Dat zou je niet doen? Nee. Wat een vraag, Harry. Wat een vraag. Zit mijn hand in gips? Ik schaam me werk, maar ik schaam me zo. Wat? Bent u naar Koefstein geweest? Ja. Hoe kom je alles met je hand in gips? Bovenop het nieuws. Hier achter mij in het stadion van FC Utrecht kan elk moment de UEFA Cup wedstrijd beginnen tussen de FC Utrecht en Verona. Heb je dat? Ja. Oké. Picobello, hè? Picobello. Picobello is geen Italiaans, Harry. Nee, dat is Vins. Nou goed. Het is geen Italiaans, Picobello. Picobello. Is dat geen Italiaans? Nee. Ja, dag. Rebe Lassen. Rebe Lassen. Beste spits van de wereld. Koud, hè? Koud, hè? Hoor je hem? Blijf maar luisteren, weet het zelfs. In Italië. Blijf maar luisteren. Mijn. Ik sta echt en stil. En dat vind jij niks, hè? Wat ben je nou allemaal aan het doen? Even een elftal foto. Elftal foto? Even een elftal foto. Verstaan ze toch niet? Squadra. Della Squadra. Foto Della Squadra. Oké. Foto Della Squadra. Maak je myself. Moment. Ho, moment. Foto, moment. Moeten we even een elftal foto hebben, jongen? Ja, oké. Ik duik ertussen, hoor. We zitten daar toch gewoon. Nee! We zitten gewoon voor jou. Nee, jongen! Een vol stadion! Ja! Bovenop